you mm -hmm. Mijn naam is Lodewijk De Leu en je luistert op Ik Was Hier Live naar een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed. Deze middag waren we in Rijkevorsel, want iedere tweede en laatste zondag van de maand kan je er de Stenenbergmolen in actie zien. Velen voelen zich dan geroepen om ook molenaar te worden, maar Mark van de Langenberg wijst je onmiddellijk op de grootste valkuil. Alles moet nu vlug, vlug, vlug gaan, maar zo word je echt geen goede molenaar. Uh, ik ben Mark van der Langenberg, uh, vrijwillig meester-molenaar meester in Rijkenvorstel. Uh, hoe ben ik daar eigenlijk aan begonnen? Of het idee van ja, ik wil molenaar worden. Hè? Um, dat is een, een, voor mij een, een heel verhaal geweest. Vroeger woonde ik eigenlijk vlak bij de molen en heb ik daar niks om gegeven, niks om gegeven. Uh, Ik ben in, in toerisme gestapt hier in die hebben de, molen, dus de gemeente heeft de molen aangekocht en ze hadden molenaars nodig. Onmiddellijk kwam wel die interesse hè. en uh, uniek. In Vlaanderen, eigenlijk. Dus vanuit Rijkenvorstel vertrokken er uh, elf mensen om een cursus te volgen. Dus je moet een diploma halen dus om met de molen te mogen werken. Um, dat is niet zo evident, allemaal niet. Uh, maar wel de moeite geweest en, en, en nog altijd. Hè. We waren met, met elf, dus ja. Uh, maar het. Meestal dus er beginnen heel veel mensen aan zo'n cursus, maar het eind, op het einde schiet er eigenlijk maar altijd een helft van over. Dus uh, dat heeft waarschijnlijk met, met tijd en zo nog te maken. He, want je moet toch pakken, uh, We hebben daar ongeveer een drie jaar over gedaan. Dus uh, eerst, dat begint met uh, theorie, dus je moet alles, alles een beetje van... Dus, uh, ja, uh, bezoekers die, 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 die wensen dat je toch wel een beetje fatsoenlijk een uitleg kunt geven en zo. En uh, ja, dan moet je dus, dus alles kunnen benoemen, uh, je moet kunnen weer inschatten. Uh, wat heel, heel belangrijk is. Dus ook, ook weer zoiets. Uh, het is niet alleen uh, iemand, in een passant, die zich in een molen draait. Dat is mooi. Uh, maar er uh, zit nog heel veel achter. Uh, want, want je moet. Uh ja, uh, weer moeten kunnen inschatten. Je moet de graansoorten kennen, je moet houtsoorten kennen. Beginnen, ik heb het daar juist gezegd, is, is, is ja, iedereen, of iedereen niet, maar met toch wel iemand die een beetje interesse heeft, die, die begint eraan. Maar ik ga ergens, ergens op voorhand zeggen: het is niet, het is zo niet evident van, van een diploma te kunnen behalen. Dus er wordt wel ook wat ge, van, van geëist dan u. Uh, ten eerste, dus die theorie. He, wat wel wat studeerwerk uh, meevraagt. Maar dan begint de stage. He. En stage is, is heel, heel, heel belangrijk. Uh, waarom? Dus in de stage leer je omgaan met weer, he. dus weerkunde. Um, als dat, men dat vraagt eigenlijk wel een serieus wat tijd. Want als je nu bijvoorbeeld. Uh, op, op drie maanden tijd je hey, stage moest afwerken... Ja, dan kan het gebeuren dat je geen storm meegemaakt hebt. Hè? Op een bepaald moment staat je alleen in de molen... als gediplomeerde dan. Hè? En, en, en je weet niet wat doen. Hè? De, de, dus je moet eigenlijk uh, de tijd nemen... om, om, om uh, uh, ja, toch wel die stage... En, en echt niet te vlug zijn. Hè? De, de, dus uh, Ik denk dat die fout toch zeker bij jonge mensen meestal gemaakt wordt van ja het moet vlug gaan we willen zo vlug mogelijk dat diploma halen nee pakt u een tijd en dan ja dan dan wordt u op de deuren een ervaren molenaar meester molenaar ook altijd goed naar uw stagemeester luisteren dat is ook heel belangrijk heel belangrijk veel mensen je kent wel iets van molens geleest ervan en zo maar mensen die u dat allemaal gaan leren, moet je toch altijd wel een beetje naar luisteren. Dat is ook wel, ook soms voor veel mensen is dat ook, ook moeilijk. Ik dacht, nu weet ik niet juist de prijs, maar ik denk dat de inschrijving voor een cursus, ik dacht dat dat 125 euro, dat is eigenlijk niet, niet zoveel. Um, Allee... Over, vind ik toch, voor wat je, wat je terugkrijgt. Um, je bent verzekerd, hè, je wordt beschermd ergens in alles, je, je, je leert iets, je, je wordt zelfs een cursus aangeboden. Dus leerstof, dat is er eigenlijk allemaal, allemaal een beetje bij. Tijd, uh, ik zeg het, drie jaar hebben wij. Samen, dus, dus wij zijn op een ogenblik hier in Rijkenvorstel met zes molenaars, Dus, dus zes gediplomeerde molenaars. Uh, en ja, dat is toch wel een drie jaar dat wij daarover gedaan hebben. Op, op een rustige manier. Hè. We hebben het geluk gehad, het geluk gehad dat uh, dus we waren dus ge, uh, geslaagd, gediplomeerd. En dan hebben we eigenlijk uh, was, was Rijke de gemeente met uh, de molen hier bezig. En uh, ja. Tegen dat wij eigenlijk uh, molenaar waren, hè, of het diploma behaald hadden, was, was de molen niet gerestaureerd. Dus eigenlijk kregen we dat mooi in onze schoot geworpen. Hè. Uh, we hebben dat ook altijd gekoesterd. En uh, nog altijd. Dus, dus, ja, dat is, toen is er, moet ik nu zeggen, van een groep gevormd. Van, van mensen, we kenden elkaar van naam en al wat je wilt. Maar op een doel, dus je, je begint eraan en we zijn er samen doorgegaan en we zijn niet hier nog altijd samen. En dat, is ook het, dat is het mooie. Dus groep is wel belangrijk ook. Het aspect veiligheid heel, heel, heel belangrijk. Toch zeker de molens die nu hé, wijze bemalen, eigenlijk, uh, meestal toeristische doeleinden, dus bezoekers. En, en die bezoeker die moet, die moet zich veilig voelen. In, in, en, en die fout wordt soms wel eens, wel eens gemaakt. Heel, heel veel uh, aandacht geven aan de veiligheid wel. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Vroeger, de, dus, hij is, deze is gebouwd, hij is een, 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 een stenen bergmolen hè. Um, Hij is gebouwd in 1862. Dus hij heeft er al toch al wel wat, wat leeftijd, bij wijze van spreken. Um, er is hier gemalen. De, de laatste molenaar was, was Jan van Opstal. En in 1960 is, is Jan ermee gestopt. Uh, hij was eigenaar dan ook. Dus uh, de, de, de molen is uh, gewoon blijven staan en een beetje verkommeren. Hè? Er is, is een beetje een verkommering geweest van, van ja, die mens die had er waarschijnlijk hard in gewerkt. Hè? Uh, die, ja, die, die was, moet ik nou zeggen, een beetje... Pensioenlijk, als ze zeggen. Um, en, en ja, dat, die molen. Ja, dus dus voor hem had hij. Hij wou dat niet weg, hè, denk, denk ik. Hè. Maar, maar veel aandacht gaf hij er ook niet meer aan. Omdat dus, hm. uh, hij er waarschijnlijk ook te hard mee moeten werken heeft en, en, en heel wat gewild uh, Maar dan, op een bepaald moment, vraagt iemand aan, aan Jan: zeg, uh, mag ik daar geen café in maken? He, want molens, he, zo, nee, dus nee, speciale nee, locaties. Nee. Uh, en dat vind ik toch wel een beetje uniek. Dus uh, dan is hier een café gekomen, en ik weet niet, uh, dat zal u ook wel, wel en zal, Dus Guy De Pre van Radio 2 is hier eigenlijk begonnen als disjokkie. Dus een beetje uniek ook wel. Nee. Hè? En uh, dat hoekje daar, dat, was, dat is een speciaal hoekje. Ik heb, we hebben Guy wel verschillende jaren geleden hier op bezoek gehad. En dan zegt, ja, dat hoekje, dat, dat, dat kan ik nooit vergeten. Dat is wel, wel uniek. Maar dan, ja, die café, en, 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 dan op een bepaald moment, dus 19, denk 1995, is hij ge, geclasseerd als monument. En dan komt er een ander verhaal natuurlijk. De gemeente heeft hem aangekocht, dan komt er een restauratie. En dan ja, hij is nu uh, maalvaardig teruggerestaureerd. Dus de molen kan eigenlijk malen, zoals, hij, zoals het vroeger was. Het zo zeggen. En dat proberen wij altijd nog, uh, nog te demonstreren. Dat is eigenlijk onze taak. Wij uh, mogen van iemand uh, van, van een groothandel graan eh, gebruiken, eigenlijk. Of malen, vermalen. Wordt niet verkocht of niks. Dus ga gewoon terug naar die mens. Maar wij, wij hebben materiaal om, om aan de mensen te laten zien. Uh, zo, zo werkt het, hè. De, 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 zo, zo was het vroeger en, en zo. Ja. ja, molenaar, dat is ja, uniek, hè. De, de, Dus uh, je wordt dat ook, hè, de, dus je kan uh, zo Hoe moet ik nu zeggen? Dat is een een, een, een gebouw een machine, hè, Immens groot, immens sterk, hè, en je kunt dat beheren, hè, Je kunt dat beheren. Uh, en als je dan nog eens tegen mensen zegt ik ben molenaar. Dan zie je die altijd die hoog, ogen omhoog gaan, want zeggen wow, een molenaar. He, ik vind dat toch wel, wel iets hebben. He, dat is dat is dat is hetzelfde. Like, een beetje ja, misschien een slechte vergelijking, maar uh, een topwielrenner die, die aan, hij zo aangesproken wordt eigenlijk, van, van de, ah ja dat is nee, dat is een goeie. He? Nee, wij, wij hebben dan dan molenaars ja ambacht in ons. Dat is wel heel leuk, leuk. Ja, ja, ja. ja.